En dan, ik zat lekker op het YouTube-kanaal van Buitenhof. Oké, boomer. En ineens verscheen dit reclamefilmpje op mijn scherm. The way we travel is changing for good. And we're gonna show you how. Welcome back to The Great Travel Hack. The Great Travel Hack. Dat is een serie online filmpjes van Shell. Nou, daar had ik geen zin in, dus ik klik het weg. Ik moest toch naar mijn werk, dus ik loop naar de tramhalte. Komt de tram aan, zie ik het weer. The Great Travel Hack. Dus ik denk, ik spring die tram in. Ik ga lekker rustig Volkskrant Magazine lezen. Wat zie ik? Pagina's lang een advertentie voor The Great Travel Hack. Dus ik ruil het Volkskrant Magazine met een man met een bril voor de NRC weer The Great Travel Hack. Ik gooi de krant weg, ik kijk uit het raam. The Great Travel Hack. Dus ik trek aan de noodrem. Ik denk, nou ga ik wel op een andere manier naar mijn werk. Kom ik aan bij het pontje. Great Travel Hack. Hele pont onder de Shell. Dus ik ren terug naar huis. Ik zet de douche aan. Trek mijn overhemd uit. Wat denk je? Tattoo van The Great Travel Hack. Oké, Shell. Ik geef het op. Wat is The Great Travel Hack? Join two teams competing across Europe with only one rule. The lowest CO2 emissions wins. You have 1 week to get to Istanbul, the gateway to Asia. And you've got to do it in the cleanest way possible. Ja, twee teams, een Brits en een Nederlands team, moeten van Londen naar Istanbul, de welbekende toegangspoort van Azië, reizen. Met zo min mogelijk CO2-uitstoot. En het wordt gepresenteerd door een Britse man zonder principes en onze eigen Katja Schuurman. Off you go. And remember to keep your CO2 emissions low. Ja. Keep your CO2 emissions low. Zegt Katja namens Shell, het bedrijf dat zevende staat op de lijst van meest CO2-uitstotende bedrijven ter wereld. Ooit. En Shell gaat zelf ook niet bepaald omlaag, of ik bedoel low, want volgens de laatste cijfers stijgt de uitstoot van Shell alleen maar. En ook geeft Shell elk jaar ongeveer 49 miljoen dollar uit, puur om klimaatbeleid te blokkeren. Plus, Shell is ook nog eens helemaal niet van plan om te stoppen met fossiele brandstof. Ze willen nog tientallen jaren doorgaan met pompen. Dus Shell, die filmpjes maakt over reizen met minder CO2... dat is als Maarten van Rossum die Nederland in beweging gaat presenteren. Ja, je kan er ook een stoel bij pakken. Maar eerlijk is eerlijk, The Great Travel Hack is wel goed gemaakt. It's so nice to be back home. What? We're leaving already? Click here to see what's next. What? Acting classes? What? Kijk, het is... Het is eigenlijk een soort Wie is de Mol, maar dan alles nep. Alles is gescript. Je weet al wie de mol is, namelijk Shell. Je weet ook al wat ze gaan mollen, namelijk de planeet. En je zou zeggen, oké, we hebben wel een beeld, maar die Great Travel Hack, dat is net als een puppy die tussen de spaken van een racefiets komt. Het is verschrikkelijk, maar je blijft toch kijken. The first electric car, when do you think it was built? Have a guess. 1991. 1884. Zo cool, cool. Ik heb ook een leuk feitje. Weet je, wanneer Shell al wist van de klimaatverandering, heb een gok. 1988. Toen bleek uit eigen onderzoek van Shell dat het gebruik van fossiele brandstoffen tot klimaatverandering zou leiden. In 1988 dus al. En ze vonden dat bij Shell blijkbaar zo belangrijk dat ze 3 jaar later, in 1991, een film over het klimaat maakten, waarin ze zeiden, pas op, wetenschappers zeggen dat de aarde opwarmt. They forecast that by 2050, global mean temperature could have increased by at least a degree and a half. Possibly near a 4. Action now is seen as the only safe insurance. Ja, dit was dus een film van Shell uit 1991. En vervolgens heeft Shell er dan ook alles aan gedaan om deze voorspelling uit te laten komen. Dus, dit was dus eigenlijk een self-fulfilling prophecy. Nee, een self-vervuiling prophecy. Nee, een Shell-vervuiling prophecy. En ik was er na een paar afleveringen nog steeds niet achter wat ze in Shell's naam met die travel hack wilden, maar gelukkig legt Katja dat ook uit op de site. The Great Travel Hack laat zien wat er allemaal al voor gaafs beschikbaar is op het gebied van duurzame reizen. Ik hoop dat we met deze serie een heleboel mensen kunnen inspireren. Oh, ze willen inspireren. Zodat iedereen weet, ik kan zelf ook iets doen voor het klimaat. George,
that it? That's it. I'm not trying to sound cocky, but I mean, a Jaguar Pace. This is nuts. This is so cool. 3, 2, 1. Woo! Oh. Yeah. This is so cool. I am in love with it. It is like driving in a holiday. Ja, wil jij nou ook een beetje duurzamer reizen? Neem dan bijvoorbeeld een Range Rover van meer dan een ton. Of een Porsche Panamera van 130.000 euro. Oh, dat vind ik zo inspirerend, dit, hè? Ik heb ook nog een inspirerende tip voor mensen die het lastig vinden om pensioen op te bouwen. Zet gewoon elke vrijdag 3.000 euro opzij. Dan heb je echt een mooie oude dag. Gratis tip. En dit... Dit was mijn favoriete moment als het Engelse team in Amsterdam aankomt. There's a lot going on, Jordan, on these roads. We've got trams, bikes, bikes and more bikes. It's like, what is going on? What is going on? Dat zijn fietsers onderweg naar het station waar gewoon een trein vertrekt richting Istanbul. Het is echt zo'n onzin. Aan het eind van de travel hack zie je dat ze in totaal 2448 kilo CO2 hebben uitgestoten. Terwijl als ze gewoon met de trein waren gegaan, dan hadden ze met z'n vieren 360 kilo CO2 uitgestoten om van Londen naar Istanbul te reizen. Maar ja, daar heeft Shell natuurlijk geen reet aan de treinen. Dus ik snap ook wel dat ze dat programma helemaal hebben gescript. Dat ging in het begin natuurlijk helemaal mis. Hoi, met Katja. Katja Schuurman, we staan nu bij de Porsche Panamera. Waar zijn jullie? Ja, wij rijden net met de trein Budapest binnen. Hoezo? Oké, we gaan het toch scripten. En oh ja, en mocht je nou denken, ja, ik wil toch even gaan kijken, want ik ben gewoon benieuwd wie er wint. Nou, het Engelse team wint. Boeien! En aan het eind van de laatste aflevering zegt de presentator dit. I know you're probably thinking, what am I gonna watch now? Nee, dat denkt niemand. En ik heb wel iets leuks trouwens, wat je wel kan kijken. Een beter idee voor een travel hack. Hier heb je alle dure auto's. Die Brit zonder principes. Onze eigen Katja, Shell. En daaromheen een hack. Een travel hack. Zodat ze nergens meer naartoe kunnen. Dan houden wij de CO2-uitstoot lekker low. Tja, het is apart, hè? Hoe dat dan gaat. Goed. Wij zijn er doorheen. Je kunt je abonneren op dit kanaal. Door hier te klikken ergens.